Sander, het hoge woord is eruit. Ja, klopt. Hoe blij ben je nu met het nieuwe contract bij FC Utrecht? Ja, heel blij. Ik vind het fantastisch om hier sowieso lang te kunnen mogen spelen. En ja, blij dat we daardoor eruit zijn gekomen. Hoe denk je dat je team straks zal reageren op het goede nieuws? Eindelijk. Ja. Heb je lang moeten nadenken eigenlijk over het verlengen van je contract bij FC Utrecht? Nou, ik heb er wel goed over nagedacht. We zijn al wel. De club was al vroeg bij om mij te verlengen. Ja. Maar toen dacht ik, ja, ik heb hier nog een aantal jaar staan. Dat vind ik te vroeg om dan nu al te zeggen om nog langer te verbinden. Maar ik heb er goed de laatste tijd over nagedacht en met mijn familie over gehad. En ja, alleen maar positief om hierbij te tekenen. Ja, wat vinden ze ervan dat je nog langer hier in Utrecht blijft? Fijn, lekker in de buurt. Ja. Dit wordt je vierde seizoen bij FC Utrecht. Hoe heb jij in die periode kunnen ontwikkelen bij de club? Ja, ik kwam hier bij 3,5 jaar geleden. Ja. Ja, met de gedachte om zoveel mogelijk minuten te maken in het eerste seizoen. En dat werd eigenlijk al vrij snel gelijk in de basis starten en tegen verwachting in. Ja, en in die jaren heb ik proberen mezelf te ontwikkelen als speler om een vaste waarde te worden. Ik denk dat ik nu dit jaar probeer steeds meer leiderschap in het team over te brengen op wat jongere jongens. Ja, gewoon een belangrijke en stabiele speler zijn. Jouw doelpuntensteller staat door jouw doelpunt tegen FC Dordrecht op 29, bijna naar die 30. Moeilijke vraag, als je nou je mooiste doelpunt moet kiezen hier bij FC Utrecht, welke kies je dan? Ik denk die tegen Heerenveen thuis met links, omdat die met links was. Of die van tegen Roda, dat is denk ik in mijn allereerste seizoen. Dat lopje over de keeper heen die onderkant laat erin gaat, die waren allebei wel lekker. We hebben nog geen prijs gepakt en dat hadden we vorig jaar kunnen doen. Dus ik hoop dat we de komende jaren kunnen stunten of in de beker of iets moois in de competitie. Of de groepsfase van de Europa League halen. Dat zou voor mij dat zou mooie dingen zijn. Nogmaals, gefeliciteerd. Dankjewel.